Ik was violiste, zeg ik. Nee, je bent violiste, zegt mijn oud-docent van het conservatorium. Dat gaat nooit meer weg. Ik kan de tranen niet bedwingen. Het betekent veel voor me. Sinds mijn kindertijd is de viool mijn toevlucht. Sinds ik ziek ben, speel ik viool. De trillingen van het instrument helpen met de pijn. De klanken maken me gelukkig en blij, terwijl het leven met de chronische ziekte vaak zwaar en moeilijk is. De viool is mijn medicijn. Nooit had ik gedacht dat de ziekte zou winnen van de viool, van wat ik het liefste doe. Ik dacht altijd weer een weg te vinden om te kunnen blijven spelen, zoals ik zo vaak heb gedaan. Met ontstoken rode dikke polsen in mijn hoofd oefenen, klanken en vingerbewegingen voorstellend, de belasting tot een minimum beperkend. Als de viool te zwaar was om te dragen, ondersteunde ik mijn arm. Steeds opnieuw veranderde ik mijn viooltechniek en houding, zodat ik mijn spieren zo min mogelijk belastte. Alleen door nog lichter en nog makkelijker te spelen, lukte het om door te gaan. Toch kon ik gaandeweg steeds minder, totdat ik bijna niets meer kon. Mijn handen deden het niet en mijn armen kreeg ik niet meer omhoog. Zelfs rechtop zitten was een opgave. Vioolspelen zat er niet meer in. Het was te pijnlijk geworden. Over mijn verlies en verdriet kon ik niet praten. Ik wilde er niet aan denken. Tijdens mijn revalidatie is het mijn grootste wens weer te kunnen spelen. Ik ga aan de slag. Met handtherapeuten, spalken, oefeningen, mijn vingers trillen, weigeren en mijn hele lichaam doet pijn. Weken en maanden gaan voorbij met weinig vooruitgang. Mijn geduld wordt op de proef gesteld. Ik mag met de stopwatch 30 seconden spelen. Ik was gewend om uren te spelen, op te treden, samen te spelen. En nu 30 seconden. Die 30 seconden worden langzaam uitgebreid naar een minuut. Opnieuw gaan er weken en maanden voorbij. Soms wil ik opgeven. Maar die minuut is een grote overwinning. Een minuut is niets. Maar een minuut is tenminste meer dan niets, zeg ik steeds tegen mezelf. Een minuut die 2 jaar kost om te bereiken. Al kun je nog maar een noot spelen, laat dat dan de allermooiste noot zijn die je maar kunt maken, zegt mijn oud-docent. En voor die noot en het gevoel dat die noot mij geeft, heb ik alles over.